allemaal, hier ben ik weer, Dileila Theunisz. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Check dit ook af en toe, want zo ineens kan het zomaar ineens uitgeschakeld zijn als YouTube een update heeft gedaan of zo. Dus ja, nou wij zijn er weer. Deel 2 jongens, deel 2, want we hebben zoveel te vertellen. Zo zitten wij ook altijd ja, bij ons in de huiskamer of aan de eettafel zitten we altijd lekker eventjes te kletsen. Of door de telefoon, wat we dan weer voor nieuwe dingen hebben ontdekt. En dan zitten we te analyseren, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk, deze hersenen en die gedachten? En hoe kunnen we onszelf nou nog een beter mens maken, nog meer perfectioneren en nog meer stijgen naar een hoog bewustzijn? Want dat is eigenlijk wat het doel is, ja? Dat is gewoon het doel, niet eigenlijk, dat is het doel. Het ideaal. Het ideaal, inderdaad, ja, precies. Dat is het ideaal, mooi gezegd. En ja, nou, wij gaan het weer verder hebben over beïnvloedingen. Want ja, je kan natuurlijk van alle kanten beïnvloed worden. Je kan beïnvloed worden door de media, nou, dat weten we. Je kunt beïnvloed worden door vrienden, kennissen, familie, ouders. Je kan beïnvloed worden door jezelf. Hè, dat je jezelf saboteert met allerlei dingen. Je kan beïnvloed worden door de medische wereld, de dokter, je kan dierenartsen. Tandartsen, nee, je kunt ze geen bedenken, die kun je beïnvloeden. Eigenlijk alles kan je wel beïnvloeden. Ja. En ervaring kan je beïnvloeden voor de rest van je leven, had je net al gehoord. Bij jou over receptoren, wat er gebeurt als je bepaalde ervaring hebt. Hè? Dus dan hechten ze zich. Ja. Relaties kunnen je beïnvloeden. Ja. Jongens! Wat verder? Hoe nu? Ja, verder! Ja. Wat doen we tegen al die beïnvloeding? Ik denk dat beïnvloeding dan vooral komt door onzekerheid, denk ik. Ja, geen zelfvertrouwen. Ja. Ja, je bent jezelf kwijt. Ja. Dus je weet niet zo goed wie je bent. Dus je bent heel makkelijk als een blad van jezelf, ja. 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 Waar je ook allebei onwetendheid mee over jezelf. Ja. Je hebt geen vertrouwen in wie je bent. Omdat je niet eens weet wie je bent dus. He, dat zei je net al. Ja. Maar het is onwetendheid vooral. Omdat je niet nagaat wat je lichaam kan. En wat je lichaam met heel zijn schepping, met heel zijn organisme tot stand kan brengen. Ja. Want je hebt er geen geloof in, omdat je er natuurlijk alweer wijs bent gemaakt. Dat zijn alleen artsen die diabetes kunnen maken. Het zijn alleen nou ja, externe bedrijven of mensen die jou beter kunnen maken en dat je dat niet zelf kan. Ja. Ja, je moet naar een psycholoog, want anders kan je jezelf niet helpen. Ja, precies. Je moet naar de arts, want anders blijf je ziek. Ja, blijf je ziek. Ga je dood. Ja, precies. Ja. Daar heb ik ook een nieuw woord voor, trouwens. Oh ja. Ik maar. Dood, dat vind ik sowieso een vreselijk woord, ja. En overleden vind ik ook een vreselijk woord. Dat vind ik zo, ja, dat is een keurige woord voor dood. Ja, want ik zei altijd nog, dood, die is gewoon dood, weet je wel. Dood is dood. Dood, nou ja, niet dood is dood, maar het gewoon dood. Dat vind ik, dat woord, ja. Ik ken de overleden, ken ik niet, hè. Omdat wij zoveel gereisd hebben, dat woord overleden. Ik denk, wat is dat dan? Overleden. Maar nu weet ik dus, het is over het lijden heen. Ja. Ja, ja. En denk je, wat een raar woord is dat, over het lijden heen. Dus ik noem het nu, hij is uitgetreden. Ja. Ja, dat vind ik veel beter klinken, want dat is namelijk de waarheid. Ja, ja. Dat is ook zo. De geest treedt uit. Het stoffelijk overschot. Ja, want ook mijn kind wil ik niet leren over dood en overleden. Weet je, hij heeft sowieso echt ook een hekel daaraan. Hekel, haat is natuurlijk ook geen leuk woord. Maar goed, hij houdt daar niet van, zal ik het zo zeggen. Dus als hij dan zegt, ja, mama, is weer zo'n film waar ze overleden zijn of zo, weet je, dan gaat daar weer over overlijden of over dood. Ik zeg, nou, hij is uitgetreden. Nou, snapt hij het gelijk. Ja. Oh, hij is uitgetreden. Die geest is er namelijk uit. En je moet weer een nieuw lichaam gaan creëren. Ja. Dus, ja, beter. Ja, uitgetreden. Het leven is niet dood, het kan niet dood. Nee, dat kan toch ook niet? Nee, dus hij heeft dat stoffelijke overschot verlaten. Ja, precies. Het was niet meer rendabel. En die geest, ja, die is eruit gegaan. Ja. Dus, ja, top. Ik vond uitgetreden een mooi woord. Ik vind het ook een woord. Want de waarheid. Ja, de waarheid. Het is de waarheid. Ja. Dood is gelijk zo, oh my god, weet je. Ja, dat klinkt heel raar, want diegene, helemaal niks. Het is voorbij. De sterveling. De mensen zeggen de sterveling en de onsterveling. Ja. De sterveling, ja. Die hebben ze eigen in sterven gedacht. Dat is ook helemaal waar. Het is ook zo, ja. Ze hebben hun eigen in sterfelijk gedacht. Ja. Ja. En daarom gaan ze sterven. Maar het leven, dat gaat eruit, omdat het niet gelooft in sterven. Maar dat sterfelijke, dat is onder hypnose. Ja, maar je weet ook gewoon niet hoe die dat lichaam moet vasthouden. Nee, precies. Dus, dus dat lichaam dat heeft dan op dat moment zo'n pijn, want dat is dan weer die receptor waar jij over dat ervaringsgevoel. Ja. Je hebt geen idee hoe die daar de macht over krijgt. Nee. Dat heeft hij niet geleerd. Dus weer onzekerheid. Nou, door onzekerheid denk je, ik verlaat dit schip. Ja. Want het is niet zitten. Komt nooit meer goed. De chip schijnt. Ja, sowieso, maakt niet uit. Het zinkt sowieso een keer. Dat komt door die zeewetten. Ja, dat is al het geloof. Dat komt door die zeewetten. Ja, dan gaan we door die zeewetten, ja. Piraterij. De piraterij, ja. Ze pikken je geest. Ze pikken je stoffelijk overschot. Ja, ja, letterlijk. Ja, dit is waar. Ja. Naamclaimen. Naamclaimen, ja. Ja, echt niet. Ik word helemaal gek van. Eigenlijk past wel alles. Als het zo allemaal uitpluist, past het precies. Ja, het is echt heel grappig hoe je daar weer allemaal op terugkomt. Hè? Ja, maar ja, je hebt hele mensen die kennen echt, wij krijgen ze heel vaak, dat mensen worden doodsbang gemaakt, natuurlijk ook nu met corona. Dat is al een groot voorbeeld, dat is voor de hele wereld. Ja. Maar zo daarvoor was het al heel erg bezig allemaal. Ja, met alles toch? Met alle overtuigingen, met stempels van ziektes, wat ze allemaal op mensen zeggen, jij hebt dit, jij hebt dat en jij hebt nog maar zoveel weken te leven en weet ik veel wat. Nou, ja, dat zijn stempels. Maar elke reclame. Zwarte magie. Elke reclame. 9 op de 10 hebben ze het. 9 op de 10 mensen hebben diabetes. 9 op de 10 mensen hebben. Nou, ze hebben 9 op de 10 hebben ze allemaal wat. Maar die mensen die dat, maar die mensen die dat eigenlijk allemaal creëren als boodschap, die pakken hunzelf, want het is hun uitzending. Ja, wat ze doen. Terug. Ze krijgen het allemaal op hunzelf terug. Ja, maar die marketing, jongen. Ja, die marketing krijgt alles op zichzelf terug. Maar als je die nu in de gaten hebt, dan zie je echt overal marketing. Ja, die zwarte magie. Ja, het is letterlijk zwarte magie. Ja ze pakken nu hunzelf, want dat licht komt op hun terug. Ja, echt hoor. Oh, hoe ze dat dan ook doen. Of hoe een neusspreetje te verkopen. Ja, vooral blijven snuiten, jongens, met die zakdoekjes. Vooral snuiten. Nou, als je dus gaat snuiten, gaan dus je holters vol zitten, ja. En dan ga je nog meer verkoudheid creëren. Dus ja, dan verkoop je wel Tempo 10. Hè? Ja, dat verkoop je dan wel. En dan ook nog eens een keer O-Triven, dan een beetje neuspray erbij. Want dat moet er natuurlijk ook in verkocht worden. Ja, hooikoorts. Dus alleen maar, vooral snuiten. Vooral snuiten. Hoe logisch eigenlijk als marketeer, zo slim. Ja, iedereen doet die peptide gaat wel werken hoor, voor snuiten. Ja. Overtuiging. Die overtuiging gaat wel werken. Je moet nooit snuiten, jongens. Nooit snuiten. Met die hooikoorts zo. Inhalen. En je wordt niet meer verkouden. Ik heb mensen die hebben hooikoorts, een leven lang hooikoorts. Ik zeg 1 keer van, nou, je hebt geen hooikoorts. Zeg even dat tegen je. Van hooikoorts af. Dat is ook bijgeloof, hè? Alles is bijgeloof. Want je hebt het niet. Het kan niet. Je kan niet van iets koorts krijgen. Dat kan niet, want je bent zo'n perfectie. Ja. Maar het is die peptide die jij aanmaakt. Ja, het geloof. Het geloof achter die peptide. En die maakt die aminozuren aan. Precies wat Michelle zegt. En hupsiekee. Het is gecreëerd. Aminozuria. Amonizuria. Ammoniak. Ja, dat is ook. Daaruit gelijk. Ja, dat is gelijk gebeurd. Vertel, wij gingen ons haar blonderen. Ja, wij moeten altijd overal alles aan ruiken of zo. Ik weet niet wat dat is. Ik weet, misschien hebben jullie ook zo'n tik, maar wij ruiken overal alles aan. En vind ik het niks. Ja, echt. Mijn kind heeft dat ook al. Ook met eten. Die ruikt dan eerst het eten voordat hij het eet. Nou, echt. En wij gingen dan ons haar blonderen. En daar zit er dan zo'n potje in. Echt ammoniak of zo. Ja, ik weet niet wat blondeermiddel. Moet je mengen. Maar voordat het gemengd was. Ik denk, nou, ik ga het toch. Nee, we willen het gewoon ruiken. Ja, we zijn dus allebei tegelijk. Precies hetzelfde als mijn zus. Hè. Zij was dan thuis in haar eigen huis. En zij ging dat dus zelf doen. Aan het ruiken. En nou, de neusharen die waren weggebrand. My god! Belt zij me later op, heeft hetzelfde gedaan. Precies hetzelfde, gewoon ook. Ik dacht, en zeer hierboven gewoon. Mijn derde oog was bijna weggeschroeid, dat ik het gevoel had. Nou, voortaan ruik ik van afstand. Ja, ik denk dat ik wel kan ruiken. Overtuiging. Ja, ook pijn. Mijn overtuiging is pijn. Neusharen weggeschoten. Moet peptides niet meer aankomen. Ervaring. Ja, het is toch erg ook, of niet dan? Hoe je dat dan ook, ik weet het niet. Dat het overal ergens is. Nou, zo wil ik gewoon een verhaaltje, nou geen verhaaltje vertellen. Ik ben laatst bij de tandarts, ja? Oh ja, over beïnvloeding. Ja, over beïnvloeding. Ik ben laatst bij de... Nee, ik ben niet bij de tandarts, ik ben bij de mondhygiëniste. Ik was al een tijdje niet geweest. Ik dacht, weet je, ik had een goed adresje gekregen van iemand. Nee, ik denk, ik ga daarheen. Ik laat me even lekker weer mijn tanden schoonmaken. Dus ze zegt, er zit wel veel werk aan. Dus, oh ja, nou het zal. Weet je, meestal zit je... Ja, zien jullie mijn big smile? Ja. Ik ben heel trots op mijn tanden. Ik vind mijn tanden heel mooi. Ja? Maar ja, dan kom je natuurlijk weer bij zo'n mondhygiënist. Ik wil niet zeggen dat ze slecht was hoor. Ze deed goed haar best. Maar ze had wat langer werk nodig. En het liep allemaal een beetje uit. Want er was best wel veel werk. Het zal. En nou, ze, weet je wat? Ze krijgt het niet helemaal af. Maar dan kom je over 3 maanden terug en dan maak ik over... Wat was het nou? Ja, 3 maanden. Ik ben zo'n lange kletsert, hè? Ja. In ieder geval, later kom ik over 3 maanden terug en dan kijken we het even na en dan maken we de rest even schoon. Dus ik kom 3 maanden later terug en toen zegt ze tegen me... Ja, ik heb er toch nog eens even goed over nagedacht en ik zie je tanden zijn... het is wel iets verbeterd, maar toch niet goed genoeg en je zal wel... Ik bedoel, wat had ik nou opgezet? Tandvlees of zo? Nee, het kwam erop neer dat ook mijn tanden allemaal zo slecht waren. En dat ik sowieso moest ik foto's laten maken, want ik kon wel een of ander iets hebben. Tandrot of zo? Nee, ja, het had een naam. Ik weet niet op die naam, hè. In ieder geval kwam erop neer dat het tandvlees, dat ging nog meer omhoog. En dat zou dan mijn wortel aantasten. En ze maakten het zo verschrikkelijk erg. Kan niet waar zijn. Wat is dit dan? En ik kom je ook eventjes bij. Ik me even gaan. Ja, ik denk, dat kan toch niet waar zijn. Dus je gaat maar even naar de tandarts en dan moet je eventjes je foto's laten maken. Want ik denk dat dat een soort van tandrot dan is of zo. En dan ook je verstand kiezen laten? Ja, nee, ja, dat was, zover was het nog niet. Oh. Dus ik denk, oké, het zal. Ik geloof het eigenlijk helemaal niet, want zo voelt het voor mij totaal niet. Maar zij zegt dat, nou, uiteindelijk kwam het aap uit de mouw. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Dus dan laat ik dus een foto maken van mijn tanden bij de tandarts. En dan kan je zien of er wat aan los is. En wat moet ik dan doen? Moet ik dan allemaal tanden laten trekken of zo? Want ik heb er geen verstand van. Nee, dan ga je naar een ander bedrijf. En die hebben betere apparatuur als dat ik heb. Dat kost wel over de €1000. Kost dat? Oké. Ja, maar dan is het wel gebeurd. Ah, en ik denk sowieso zelfs dat je al je 4 verstandskiezen moet laten trekken. Want dat is sowieso beter. Dat heb je sowieso gedaan. Ze zijn sowieso niet belangrijk. Wat moet je met die verstandkiezen? Ik snap er helemaal niks van die verstandkiezen. Maar bij jou werken ze niet. Aha. Ik denk bij mij, daar gaan we al. Hup, marketingplan. Ten eerste, boom. Naar het bedrijf, ja. Voor €1000. Eerst foto's, hè? Eerst foto's. Ja, nee, dat was nog ver. Marketingbedrijf, ja. Dan de tandarts natuurlijk. De foto's moeten extra gemaakt worden, want... Money, las monedas. Ja. Dan zijn natuurlijk wordt weer opnieuw aan het werk gezet. En dan gaat er natuurlijk een heel proces verder aan voort. Hoe zeg je dat? Verder gebeuren. Ja, dat wordt voortgezet. Ja. En je kan... En plus met 4 kiezen moeten eruit. Ja, want die zijn sowieso niet nodig. Want die brengen alleen maar... Het zijn je verstand. Uiteindelijk op neerkwam. Dus ze gaat op een gegeven moment... Dus eerst komt het hele verhaal met die €1000 met dat bedrijf. En die foto's natuurlijk van die tandarts. En want er was natuurlijk een soort van tandrot of zo. Ik weet niet, het is een naam voor me. Ik weet het niet. Lang verhaal kort... Ze gaat dus eerst, maakt ze me hartstikke bang. Nou, ik ben niet zo snel bang te krijgen, maar je gaat toch als je daar ligt, denk je op een gegeven moment... Hoe kan dat nou? Nee, ik voel van mij totaal niet zo. Ik denk, wie is zij dan? Op een gegeven moment gaat ze dan tellen de millimeters dan van hoe hoog dan je tandvlees is. Dus dat is uiteindelijk allemaal uitgerekend. Ja, dan zie je dat op de computer. Zegt ze, kijk, zegt ze. Zie je, al het groen, zegt ze, dat is allemaal goed. Alles was groen. Alleen bij mijn 4 verstandskiezen, dan zag je dan, dat was dan niet zo heel goed of zo, want die zaten ook scheef. En dat tandvlees was dan een beetje verdikt of zo. Maar goed, dat was het enige wat dan zogezegd niet goed was. Maar alles was groen. En eerst zit ze tegen me te vertellen, ja, gaat niet goed, alles hartstikke slecht. Je moet echt foto's laten maken, want het is niet in orde. Ik zie het echt niet goed zitten met je. Ik denk, Michael, het is toch niet normaal hoe ze met je praten, hoe ze met je doen? Nee, want daarna ga je jezelf even weer herstellen. Dat je, oh ja, wacht eventjes, marketing, want ik heb geen last. Kijk, als je nou last hebt, dan kom je met een reden daar naartoe. Hè, omdat je dat wil oplossen of weet ik veel wat. Ja, ja toch? Maar als jij helemaal geen problemen met je tanden hebt, je moet ze alleen maar schoonmaken. En ik lekker glad, weet je. Ik heb dat ook gehad. Weet je nou hoeveel... Ja. Ik verander zo vaak van tanden. Ik heb nou een hele goede tandarts. Ik ben er heel erg blij mee. Maar als je gewoon... Ik heb daar voor die tijd heb ik geloof ik... Nou, ik lieg niet. 10 verschillende tandartsen gehad. Ja. Dat meen ik echt. Ja, alleen al in Hoofddorp. Ja. Ik denk dat ik ze allemaal heb gehad. Ja. Nou, of met jou al. Hè? Met jij weet je was in je tanden. Maar god toen. Nou, ik... Bij al die tanden, ja, je moet je verstandskiezen laten trekken. Ja. Ik zeg, pardon? Waarom? Waarvoor? Ja, ja. Ik kom hier gewoon voor controle. Waarom zou ik mijn verstandskiezen laten trekken? Ja, zien dat zo. Ja, dat is geld, weet je wat dat allemaal kost? Ja, als je narcose weet ik het allemaal. Nee, maar als je je verstandkies laat trekken, dan gaan je tandbeweien uit elkaar staan. Dat hoort erin. Ik daarom heb bij jullie altijd gezegd, nooit de verstandkies laten trekken. Dat jullie nooit gebeuren. Is dat niet nodig? Oh, natuurlijk niet. Dan maar een dat hoort erin. Dat zit er niet voor niks. Dat heeft er voor een reden. Net zoals je amandel. Net zoals je amandel. Ik heb altijd een amandel ook bij jullie erin gehouden. Nooit een amandel eruit. Ik zeg, dat hoort erin. Ja. Dat is gecreëerd door God. Dus het is allemaal zulke leuk. Symptoombestrijdingen, weet ik wat allemaal. Maar zo doen ze. Wat heb je met dat diertje van jou meegemaakt? Ja, echt niet normaal. Nou, dus even afmaken. Ja, ik ben door die verstandskiesmensen, die elke keer over die verstandskiezen praten, ben ik elke keer gehopt naar een andere tand. Ik denk, dat is niks. Weer een gezeik met die verstandskiezen. Oké, je hebt helemaal nergens wat van gezegd. Die vindt het helemaal prima. Nou, ik heb nergens last van. Nergens last van. Als je geen last hebt, is er niks aan de hand. Maar hun willen juist dat je last krijgt. Ja. Je bent een verdienmodel. Het is natuurlijk ook zo dat zo. Mondhygiënisten of ik wil, die komen allemaal net, weet je, van hun studie vandaan of ze zijn al langer in het vak. Maar je wordt natuurlijk steeds gepromoot met bepaalde mensen die hoe ze mensen moeten gaan beïnvloeden om natuurlijk het werk, hoe zeg je dat? Het werk stand te houden. Het werk in stand te blijven houden. Zodat je elk half jaar terugkomt. Ja. Oh. En dat je maar aan de gang moet blijven en maar blijven betalen. Want ja, en ben je verzekerd of ben je niet verzekerd? Het maakt niet uit, maar blijven betalen. En, ja. Maar in Nederland is ook wel lastig gemaakt, dat vind ik allemaal. Want als je naar België gaat, dan kan alles. Ja. Alles kan daar, het maakt niet uit. En het scheelt nog heel veel geld ook. En hier in Nederland is zo duur. Ja, nu hebben ze natuurlijk dat allemaal in banden gelegd. Hè? Want medische, zoals standaards en dat soort dingen, moeten allemaal eenzelfde soort bedrag tarieven rekenen. Dus ja, daar moeten ze natuurlijk nu weer een verdienmodel aan vasthangen. Want landen steeds vaker komen. En natuurlijk van alles en nog wat verzinnen, zodat ze maar weer terugkomen. Ja, ja. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar bij mij en bij ons hebben wij die ervaringen dus gehad elke keer dat die mensen van alles verzinnen. Maar terwijl je helemaal nergens last van hebt en ze er nog steeds in zitten. Ja? Dus ik kan mij niet zomaar iets aanpraten. Een kies uit, nee, die moet dat trekken, dit, dat, zo. Er was niks van, ja, mijn kies, die moest, een gaatje was erin en het moest gewoon geplombeerd worden. Ja. En nee, dat is niet goed meer en dit en dat. Ik zei, nou, ik laat mijn kies niet trekken, ben je belazerd. Dus ik naar een andere tand, dat dus heb het gewoon gemaakt. Ja, ja. En niks aan de hand. Dus dan kan het wel. Ja, maar je hebt wel goede tand, dat ze die wel. Ja, die zeggen, die zoekt wel. Ja, die is goed. Maar je moet zoeken. Je hebt toch ook eens een keer die ene geïnterviewd. Die is ook zo goed, die man. Met die toptandarts. Toptandarts, ook helemaal voor de natuur. Ja, een interview uit Venlo vandaan. Uit Venlo vandaan, Rob, super. Super tandarts. Je hebt echt wel een hele goede. Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Hij zit in Venlo. Ja, super. Ook voor beugels en alles. Hè. Dat is allemaal zo op natuurlijke basis voor kinderen. Laat je niet zomaar iets wijsmaken als je geen probleem hebt. Ga altijd verder zoeken. Laat je niet zomaar met je spelen. Ja. Je bent niet een product. En laat je niet bang maken. Ga ook altijd second opinions aanvragen. De angst is hun wapen. Ja, dat is een verdienmodel. Dat is een verdienmodel. En ze blijven nog doorzetten ook. Het is ongelooflijk. Het is echt, je moet echt sterk in je schoenen staan dat je zegt van nou, ik voel toch wat ik voel. En natuurlijk als je denkt van, dat je onzeker wordt, kan je het natuurlijk laten onderzoeken. Maar dan zal je erachter komen dat 9 van de 10 keer niks aan de hand. Je kan zelf zoveel doen eraan. Met spoelingen of met zuiveringszout of met weet ik veel, dat azijn of voor je tanden allemaal. Hoe heet het ook, dat kruidnagel en alles. Het is zo goed voor je tanden. Ja, en biologische tanden. Biologische tandpasta. Weet je wel, dat heb je toch ook met die, waar de aspartaan in zit geloof ik in de tandpasta. Wat zit erin? In dat hele slechte tandpasta. Fluoride. Fluoride, ja. Nou, daar krijg je gewoon hoofdpijn van en een droge mond. Daar krijg je nachtmerries van. Ook gaatjes. Gaatjes, ja. Maar als je die andere tandpasta hebt, wij hebben dat dan van, dat is een van de... Ja, Dr. Organic of zo. Super tandpasta, dat is nooit geen probleem. Nee, tandpasta. Tandpasta, ja. Super tandpasta. Ja! Super tandpasta. Ja, zo kletspraatje soms. Ja, precies. Ja. Ja, joh, echt hoor. Maar inderdaad, biologische tandarts heb je ook. En die kijken helemaal naar wat energetisch bij je past. Ja. Helemaal te gek. Dus daar kan je ook eens een keer proberen. Maar je hebt, even buiten die alleen de tandarts om. Ik heb een hamstertje. Ja. Zo'n leuk dier. Nou, die is al meer dan 3 jaar. Volgens mij 3,5 of weet ik van wat hij al is. Nou, en die gaat voorlopig niet uittreden, geloof me. Ik zal er een filmpje van maken. Maar in ieder geval, die was 2,5 jaar geleden of 2 jaar. Ik denk dat hij net een half jaar oud was, of misschien ietsjes ouder. Dat hij was naast een kooitje gevallen. Nou, maar zijn huis, dat is de Trump Tower noem ik dat, hè? Hij is zo groot. Ja, dat is een heel groot huis met allemaal buizen en hij vindt het allemaal fantastisch. Maar hij was daar een keer, de ene buis of zo was losgeraakt. En hij was naast het huisje was die gevallen. Dus hij was naar beneden gevallen. Nou, in ieder geval de volgende dag kwam ik beneden. Ik denk, waar is hij nou? Ik kon hem niet vinden. Ik denk, oh, hij is eruit. Nou, ik zag dat die buis open was. Ik zoek, was hij achter zijn huisje gevallen. Nou, had hij bloed aan zijn pootje. Ik denk, dat beestje. Nou, ik had er niet zoveel verstand van. Ik zag een beestje eruit steken. Ik denk, gatsie, wat erg, wat zielig. Dat beestje moet in het gips. Hamstertje. Hij is wel een grote hamster. Een Syrische hamster is het. Maar ja, die pootjes zijn natuurlijk zo klein. Dus ik naar de tandarts, naar de dierenarts bellen. Ja, de tandarts. Naar de dierenarts bellen. En ik vraag, goh, ik denk dat mijn hamsterse pootje misschien wel gebroken is. Misschien, kan je dat in het gips doen? Oh, mevrouw, wilt u hem in laten slapen? Ik zeg, nou, zeker niet. Ik zeg, je hebt het dier nog niet eens gezien, zeg ik. Ik zeg, wil je niet eerst even gaan kijken daarna, weet je wel? Nee, we slapen in of je kan het pootje laten amputeren. Ik zeg, laten amputeren? Ik denk, wat hoor ik hier allemaal, dat beest? Ik zeg, ga toch jouw been ook niet laten amputeren als je been gebroken is, weet je wel? Ik zeg, ik wil eerst dat je daarna gaat kijken. Nee, dat doen we niet. We moeten eerst weten wat je wil gaan doen. Ik zeg, nou, hang maar op, volgende. Ik denk dat ik 6 of zo gebeld heb. Nou, bij de 6e kon ik dan terecht ergens in Nieuw-Vennep, want ze zeiden allemaal hetzelfde. Wilt u het laten inslaten of laten amputeren? Ik zeg, nou, geen één van twee. Ik wil eerst dat je ernaar kijkt en dat weet ik. En ik wil het liefst eigenlijk gewoon dat die getaped wordt of gespalkt wordt. Of weet ik wel. Precies. Nou, dus ergens in Nieuw-Vennep was ik terechtgekomen. Nou, dus ik breng het diertje. Ja, nou, Heden mee natuurlijk. Wij zijn zo scherp met z'n tweeën. Dat kind is nou precies zoals wij. En ik leg hem in de deuk. Dus, nou, wat kijken naar? Nou, het pootje was natuurlijk blauw, logisch. Het was net gevallen. Dus, ja, zegt hij. Ja, ik weet het niet. Ja, ik zeg, ja. Ik zeg, ik wil graag dat je het gaat spalken of iets. Weet je, ja, ik ga kijken wat ik kan doen, zegt hij. Oké, nou. Half uurtje later, wij rijden weg. Dat beestje daar bij hem, bellen ze op. Ja, mevrouw, we gaan het diertje laten inslapen, want wat u wilt is dierenbeulerij. Ik zeg, pardon? Ik zeg, dat is mijn dier. Ik zeg, het wordt niet ingeslapen. Ik kom nu naar jullie toe en ik haal mijn dier nu op. Zeg ik zo. Ik zeg, het zal wel lekker worden. Ja, aan het dier laten slapen. Ja, even €75 om sowieso het dier te laten inslapen. Ik zeg, maar buiten dat geld om. Ja, dat dier dat gaat genezen. Klaar. Ja, zo is het. Nou. Ik dat dier opgehaald en ja, u denkt zeker vast dat het allemaal maar makkelijk is met die dierenarts. Ik zeg, dat is ook heel erg makkelijk gezegd, ja. Want het eerste wat ze ook zeggen, ja, ik weet niet hoeveel dat dier gekost heeft. Ja, alsof dat om het geld gaat. Chimina zeg. Ja, doe eens even normaal. Een deel dus, van je respect van dus gewoon deel van je respect voor het leven. Schande. Voor mij is het gewoon een deel van mijn familie inderdaad. Dus dat hoort gewoon, het is gewoon mijn familie, klaar. Dus, nou, wij weer een andere dierenarts gezocht. Weer een dierenarts gevonden. Nou, daar terecht een hele fijne vrouw. Nou, die zei van, nou, oh, hamstertje, pootje gebroken. Ja, ik zie het een beetje. Nou, weet je, we geven hem een klein beetje pijnstilling in de natuur. Als het in de natuur gebeurt en het is echt zo erg, dan bijt het hamstertje zijn eigen pootje eraf, zeggen ze. Dus dan loopt het gewoon op 3 pootjes verder. En als dat niet zo erg is, dan geneest het gewoon weer en dan zoekt de natuur zelf een weg om dan weer gewoon door het leven te gaan, zeg maar. Nou, dat was al een hele opluchting. Ik denk, nou, gelukkig, het valt allemaal mee, zei die mevrouw. Het was gewoon een beetje opgezwollen natuurlijk. En een peesje of weet het, dat bordje, dat stak er natuurlijk een beetje uit. Dus nou, bij het pijnstilling geven, ik heb het huisje allemaal wat kleiner gemaakt, dat hij niet zoveel kon wandelen, dat hij een beetje rustiger kon. Nou, ja, hij heeft alle 4 zijn poten gewoon nog. En hij is al inmiddels 3,5. Ja, want normaal gesproken worden hamsters niet ouder dan 1 of 2. Of weet ik veel wat ze zeggen. Ja, maar flauwekul. Ook zo'n stempel van die beestjes. Ja, stempel gewoon. Je krijgt de begrenzing. Elke dag raakt de zenuw ervan. Denk, leeft hij nog eens niet? Nog zijn buik adem af. Ja. Denk, dat kind dat leeft nog. Denk, gelukkig. Nou, weet je wel? Ja. Alles maar wat ze je aanprent. Dat is toch niet normaal? Leg overal een grens. Een grens op een grens. Ja. Een grens op een grens. Zodat het einde, dat de tijd knapt. Kijk lieve mensen, dit is mijn lieve Joepie. Ja, jullie horen iets lawaai, want de vaatwasser staat aan. Nou, als hij eenmaal op de tafel staat, dan gaat hij alle kanten op. En hij is zo lief. Kijk wat voor grote hamster het is. Nou, zoals je ziet, alle 4 de pootjes heeft hij. Allemaal gezond. Het was dit pootje hieronder, deze. Nou, dat doet het helemaal. Dan kun je je toch niet voorstellen dat ze dat beestje in hebben willen laten slapen, die gekke. Hij is zo lief. Nou, hij is ongeveer 3,5 en hij is nog zo fit als een kieviet. Dus ik zal er nog een apart videootje van maken van het hele verhaal. Ook voor de mensen die dezelfde situatie hebben. Dus wat ze dan moeten doen. En cool huis hij heeft. En hoe bijzonder lief deze lieve diertjes zijn. Hm? Ja, die moet weer even een beetje gewassen worden, zie ik hier. Zo, zonnebloempitjes. Dat vindt hij echt helemaal te gek. Het is net een stofzuigertje. Oh, ik heb het allemaal in zijn wang gestopt. Kleine verzamelaar. Oh, wil je nog meer? Ja, ja, en als je op Google gaat, dus sommige dingen zijn Google heel handig, ja? Ja. Maar als je op dat soort dingen gaat, dan hoor je altijd hoge verhalen. Weet ik, moet je niet naar kijken. Ik heb een Engelse bulldog, ja, we hebben er twee gehad. Eentje is 2,5 of 12,5 geworden, is hartstikke oud. Voor een Engelse bulldog dus ook weer zo'n grens. Ja. Maar goed, hij is oud geworden, want ze worden normaal gesproken, wat ze ook altijd zeggen. Ja. Niet ouder dan 6 of 8 jaar. En dus ze kunnen allerlei soorten gewrichtsproblemen hebben. En je kan ze gek niet bedenken. Nou, die van mij nog nooit wat gehad. En nee. Diva, nou die is nu, ja, ik zeg altijd elk jaar 4. Dus ik wil ook niet zeggen hoe oud ze is. Want als elk jaar 4 blijft ze altijd jong. En dat heb ik bij die andere ook gehad. Toen schrok ik er namelijk van toen de tweede ervan dat hij al 10 was. Ja. Wij dachten dat hij 6 was of zo. Nou ja, maakt hem niet uit. Maar in ieder geval... je moet echt sterk in je schoenen blijven staan om van al die beïnvloedingen af te komen. Ja. En ook zelf op onderzoek uitgaan. Waar kan ik het dier mee helpen? Wat kan ik ervoor doen? Ja. Hoe kan ik het ook, weet je, ook met hand opleggen? Je kan het energie van jou geven. Tuurlijk. En heel veel liefde schenken. En dan kan je dat dier ook een heel groot gedeelte of totaal meegenezen of voor een heel groot gedeelte. Of je gaat verder zoeken, weet je, hoe je dat dier kunt gaan helpen. Maar klakkeloos, oh ja, breng ik maar naar de dierenarts. Oh ja, die zegt, oh ja, nee, laten inslapen. Dat gaat helemaal nergens over. Schande. Nou, dat is ook een supergoed homeopathisch middeltje of iets van een of ander spulletje heb ik toen van iemand ja, in ieder geval als advies nog gekregen. Ja. Moet ik even opzoeken, volgens mij heb ik het nog ergens, zal ik er wel onder zetten. En dat was heel erg goed ook tegen pijnstellingen en tegen verbeteringen, maar allemaal homeopathisch, veel natuurlijke. Veel beter allemaal. Ja joh, ja. En dat beest is helemaal opgeknapt joh. Ja, dat loopt niet. Ja, dat wordt zo hard nog. Ja. Natuurlijk als je ziet dat zo'n beestje pijn lijdt, dat is natuurlijk heel heftig. Ja, natuurlijk. En als je dus die homeopathische middelen daarvoor hebt, dat is natuurlijk veel meer fantastisch dan dat je die sorry hoor, maar troep neemt van de algemene farmacie. Ja, als korte oplossing is het oké. Ja, ja. Korte oplossing, ja, maar dat moet niet de basis worden. Nee. Het is drugs. Ja. Ja. Klopt. Ja, weet je, als korte oplossing, als je echt even niks anders hebt of zo, dan, ja, dan moet je soms als uitwijking. Het is ook vaak dat een dier ook de emoties voelen van zeg maar het gezin. He, dus als er veel ruzie is, of als er ongemakken zijn in zo'n gezin, of er is veel leed, of er is verdriet, of dat voelt zo'n dier ook. Dus als een dier ook in een bepaald ongemak gaat zitten, heeft het ook vaak met familie te maken. Dat... Geef je me nou een stempel dat er ruzie bij mij thuis was? Met wat? Oh nee! Met die hamster. Dat die hamster was een koningin. Nee, je hebt het deurtje opengelaten. Nee, dat kan natuurlijk. Weet je gewoon maar de poem zo! Ja. Vergeet het deurtje dicht te doen. Nee, die buis die was opengeknakt. Oh, nou ja, zo kan hij er ook uitvallen. Niet te geloven. Hij was zelf Maar dat kan ook, inderdaad. Was het in dit geval niet zo, maar dat kan. Ja. Hij was beïnvloed. Ja, hij was beïnvloed, ja. Nou, ik heb het ook... nou, dat kan misschien wel. Er was net corona uitgebroken, volgens mij. Oh, dat kan, ja. Toen waren we allemaal zo boos. Ja. Wij waren boos. We waren niet bang. Nee, we waren boos. Is dit nou het plan wat uitgerold wordt? Ja, toen dacht ik nog, wat een vuile viezerikker. Geniaal plan! Had ik nog niet aan gedacht op die manier. Geniaal bedoel ik mee van, hoe beïnvloed je zo'n groot volk? Ja, de wereld. En hoe dan? Ja, maar met echt hè? Met een virus. Met een virus! Ja. Wauw! We waren alleen maar boos. Ja. Het kan toch niet waar zijn? Dat op deze manier, ja, opstandig. En ik was helemaal omgeturnd in activisten. Ja. Ik zweer je. Hè? Ja. Activisten. Nou, hoe vaak ik geblokkeerd ben gewoon op Facebook. Ik ook. Nu weer. 90 dagen straf. En een maand helemaal blackout. Ja. Nou, ik werd laatst en die straf is groter als dat ze pedofielen geven. Ja, hè? Ja, ik had laatst werd ik 24 uur ook geblokkeerd. Ja. Ja, uit een berichtje wat ik nog had geplaatst uit 2020 geloof ik. Er werd nu gefactcheckt. Ze hebben nog een bericht staan uit 2020. Ik wist niet eens meer dat ik dat nog überhaupt had. He, want ik probeer het wel af en toe op te schonen. Omdat ik denk van ja, weet je, die negativiteit is het ook niet allemaal. Maar ja, ik vind dat wij heel veel doen om de mensen wakker te maken. Hè? We zijn constant bezig om eigenlijk de mensen wakker te maken. We zijn de Crown Crew. Ik ben echt de Crown Crew. Ja, we zijn heel veel doen. We zijn heel veel doen. Mensen wakker. Hey, wat hebben we nog meer te vertellen? Ja, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer meegemaakt? Nou, dat ik nooit een mondkapje op heb gehad. Ja. We doen restaureren, een woonwagen doen we restaureren, daar doe ik wel een mondkapje op voor de stof. Dan zegt die kleine van jou, er liggen mondkapjes in je auto, Nena. Ja, hij zegt, dat ga ik tegen mama zeggen. Ja. Ja. En ik zeg het ook tegen papa. Ik zeg, dat is niet voor dat, ik zeg, dat is voor te verven. Ja. Dat geloof ik niet, hoe doe je dat verven? Ik zeg, nou dat is echt zo. Dan moeten we schuren, dan doen een mondkapje op. Ja, oh, nee, nou, dan ga ik echt, ik ga het vragen aan mama of het wel waar is. Ja, 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 die houdt het allemaal in. Ja, die houdt het echt in de gaten. Ja, maar dat zijn nog dingen omdat we aan het schilderen waren. Ja. Je wil je die vieze geur niet in je mond hebben, weet je wel. Maar ja, maar voor de rest, ik ga toch niet zo'n mondkapje opzetten hier. Nee. En weet je wat ook zo slinks is? Dat mensen dan toch maar op den duur denken van nou ja... Weet je, zo langzaam word je erin week gemaakt. Snap je? Ja. Heel veel mensen, ja, maar ja, je kan toch wel eens gewoon een test doen. Dan kan je toch lekker op vakantie met vliegtuigen en allemaal dat soort dingen. Ik doe het niet. Ik vertik het gewoon. Het is misschien heel... Van sommigen denken, ja, maar misschien heel... Je maakt het jezelf zo moeilijk. Ja. Je bent toch wel lekker op vakantie? Ja, precies dat. Ja, precies dat. Ja. Mensen die hebben de testen gedaan. Ik wil op vakantie! Daar zit ik wel soms op. Daar zit ik wel soms op. We hebben nou de mooie weer thuis. Wow, dan ben ik weer bezig als het weer gaat regenen. Ik zie dat ze nog gesproeid. Oh, dan zien we die vliegtuigen weer sproeien. Hè? Nou, daar word je toch ook niet goed van. Of niet, dan zie je, oh, ze zijn weer bezig. Ik dacht dat, weet je wat ik had gedacht? Dat ze gepakt waren met al die biolabs. Ik denk, nou, we zien er wel minder chemtrails de laatste tijd. Dus ik denk, ze zijn het aan het oprollen. Maar het is er nog wel. Maar niet, ik zie het niet meer zo vaak. Dus ik zie best wel veel chemtrails hoor. Ik weet niet waar ze het bij jou oprollen. Maar bij mij is het uitgerold. Nou, ik zou het zeggen. Bij ons valt het mee. Nee, maar ik was een maand in Brugge, in België. Dat hebben we haast niet gezien. Nee, klopt. Het was echt maandlang 2 dagen regen maar. Ja. Ja, dat was, dat was het wel echt leuk. Super weer. Dit keer was het weer. Misschien hebben ze niet meer zoveel. Misschien is Nederland het grote probleem. Dat ze hier het meeste sproeien. Het lijkt erop. Nou, dan zitten we toch in een mooi land hebben we gekozen. Waarom zitten we nou om veel licht te geven? Het moet veel licht hebben hier. Maar de energie moet hoog blijven hier. Ja. Zeker. Ja. Maar even terug te komen op niet testen. Nee, we willen wel graag op vakantie. Maar ik vind, we moeten nu gewoon vakantie nog steeds in eigen land vieren. Ik ga ook absoluut niet testen. Nee, nou, maar je kan gewoon toch met de auto weg? Dat kan ook. Kan ook. Met de auto en trouwens, met vliegtuig hoef je nou niet overal mee te testen, hè? Is dat zo? Ja. Nou, maar wij hebben die arme mensen allemaal zo getest. Dan mogen we eens even goed gaan. Ja, is toch erg? Ja. En die hebben allemaal die vaccin. Oh, wat erg. Ja. Ze hebben toch alweer een nieuwe vaccin klaarleggen of zo? Ik las de 4e toch ergens? Ja, zitten we nou op z'n 4? Ik dacht dat we al op 5 zitten. Dat kan ook wel. Ik ben 8 moeten we hebben we te gaan, hè jongens. Maar altijd we. Dat is de uitrol. Te gaan. De uitrol. Ja, 8. En dan wordt het Zombie Nation of zo. Er is toch al een leger die zich al aan het voorbereiden op Zombie Attack. Wist je dat niet? Ja, dat is echt waar. Er zijn legers die zich daar helemaal op zombie, hoe noemen ze dat? Zombie Nation? Zombie invasie, ja. Oké. De aliens. Of de alien invasie. Nee, echt zombie. Nee, echt zombie. Dat staat echt, kijk maar op internet, dat is echt een leger. Die zijn grote angst erbij. Ja. Het weer, de engel, stapel op stapel. Peptiden! Receptor! Aangehecht. Dat is het grafbeen ook zien, jongens. Dat grafbeen. Hebben ze stemmetjes in je hoofd die ze plaatsen, weet je wel? DNA wordt veranderd, DNA wordt veranderd. Zombie Nation. Oh, dit is wel erg. Oh, dit was erg. Nee, maar die grafeenoxide toch? Dat is toch allemaal... Dat gaat toch, doen ze toch stemmen in je hoofd plaatsen? Dan bepalen hun, ben je robot. Je hebt toch geen eigen wil meer? Die, hoe heet die ook alweer? Dr. Juval Harari. Moet je maar eens opzoeken. Oh ja? Ja, die vertelt dat. Ja, ik heb het wel over. Ik wil het allemaal niet meer horen. Ik, nee, ik kijk zo, daar ook allemaal niet meer naar, maar we denken voorlopig. Ja. We kunnen beter maar de humor ervan zien. Ja, ja, precies. Laten we de humor blijven. We moeten onze humor aankweken. Ja, we moeten meer lachen. Meer lachen en de humor aankweken. Ik heb alleen geen make-up nodig zo op deze manier. Nee, ik ook niet. Ik ben helemaal uit. Nee. Ja. Ja, nou, en wat hebben we nog meer? Humor is zo heerlijk. Ja, als je lachen, als je en, lachen en het kan. Maakt ook weer gezonde peptiden samen. Word je zo blij van. Precies, je moet blij zijn. Zo leuk, zo gezellig. Ja, blij, en dan zit je ook in het nu. Als je humor hebt, zit je ook vaak in het nu. Ja. En op dit moment. Ja. Want je zit niet te malen met andere gedachten ergens. Ja. Veel mensen hebben gesprekken, maar die zitten gewoon heel ergens anders. Ja. Nou, leuke mensen. Ik bedoel, wat hadden we er nou over? Wat geven we nou als tip? Hoe je dus dat je niet kan laten beïnvloeden. Nee, je gevoel luisteren. Nou, ik denk als eerste gewoon voor jezelf onderzoeken of dat is. Nou, als ik even terugkom op mijn gebit. Ik weet gewoon 100% zeker dat het niet zo is. Want het voelt totaal niet zo. En mocht een ander dit meemaken en toch foto's wil laten maken bij de tandarts, moet diegene lekker gaan doen. Maar, ja, maar of alternatieven gaan doen. Ja, of andere mondhygiënisten, weet je. Eens kijken wat hun zeggen, wat hun mening daarover is. Ja. En gewoon dat gaan doen. Ja. Maar ik denk dat sowieso, dat verdienmodel, dat willen ze sowieso dat je dat blijft. En misschien hebben sommige mensen ook zeker wel dat probleem. Maar dan heb je last, dan heb je pijn, dan heb je constant problemen. Ervaar je wel iets, precies. Ja. En dat wil ik gewoon van onderzoek eerst voor jezelf. Of dat zo is, neem een second opinion en van daaruit maak je nieuwe keuzes. Ja, en ook kiezen staan ook voor beslissingen. Dus als je kiespijn hebt, moet je dus waarschijnlijk zit je in een situatie waar je dus een moeilijke beslissing moet nemen. Dat het niet makkelijk is voor jou om een beslissing te nemen, een grote beslissing. Tanden en kiezen zijn fundering. Ja, dat is een fundering. Kiezen, zegt het al, je moet kiezen. Kiezen, ja. Het is je fundering. Ja. Ja. Nou, wat hebben we nog meer als tip hoe ze niet beïnvloed worden? Nou, goed naar jezelf luisteren. En is dat waar? Je lichaam die weet het precies. Je kan heel goede testen doen met op je handen op je buik. Leggen van, is dat waar of is het niet? Als je, nou, het is echt zo, wil je een product hebben of een medicijn of weet ik veel wat, past dat bij me of past dat niet bij me? Er is een speciaal iets wat ze tegenwoordig doen. Past het bij me? Nou, dan ga je, als het bij je past, ga je vooruit. Als het niet bij je past, ga je achteruit. Het is je lichaam antwoord. Ja, is echt heel met die zouten toch? Ja, met die zouten, ja. Met die bepaalde soort zouten die je neemt. Je kan het ook met homeopathie doen. Of met dingen die je graag wil. Past het bij me. En je lichaam antwoordt. Ja. Want als je al tegenstand hebt, waarom vraag je het dan omdat je tegenstand hebt? Je weet al niet wat je moet. Je weet al niet wat je moet, dus je bent onzeker. Dus het is een tegenstand, hè? En die tegenstand is meestal altijd waarom. Dus dan ga je vragen, is het wel iets? Past het wel bij me? En dan ga je erover nadenken van, als ik het voel, is dat zo? Resoneren. Resoneert het bij me? Nee. En dan weet je dat het niet waar is. En als het wel resoneert. En als het wel, dan word je blij. Dan denk je, oh wauw, zeg, dat voelt goed aan. Ja. Maar ook als iemand iets zegt waarvan je denkt, nou dat heb je. Want sommigen hebben ook dat je op zoek bent. Ik voel iets in mijn lijf, maar iedereen zegt dat het met me goed gaat. Maar het gaat niet goed. Ik weet zeker dat er iets is. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Ja, dat heb je ook. En dat ze zomaar zeggen, je goed in ze sturen je naar huis. Terwijl jij weet, nu voel je echt iets. En dan zeggen ze dat alles is, weet je wel. Dan heb je ook zoiets van, ja, het is helemaal niet goed. Ja, het klopt iets niet. Nee. Weet je, dan moet je ook verder gaan zoeken. En dan kan het net zijn dat eindelijk diegene het vindt en dan is het probleem opgelost. Weet je, dan kan je er ook wat mee. Ja, maar daar word je ook gek van. Maar dat zijn ook goede artsen dan. Als je weer naar een arts gaat, dan ga je naar een Ayurvedische arts, vind ik. Want die voelen aan je pols, aan je energie, of welke energie erover is. Je hebt natuurlijk aarde, water, vuur en lucht. En het gaat allemaal door ons heen. Precies wat jij zegt met die hypothalamus. Het maakt allemaal bepaalde soorten gedachten aan. En die testen die kan je doen op Google. Die Ayurvedische testen. Dus het is waar. Want je maakt er vloeistof aan. Wat is een hete vloeistof? Wat is een koele vloeistof? Wat is dit? Wat is dat? En als je zo'n test doet, weet je precies wat voor gedachten achter die vloeistof zit. Ja. Wat voor een emotie. Of wat voor het meest overheerst. Wat het meeste overheerst. Dus die hebt die peptiden vast. Ga je dat met een bepaalde ademhaling of met bepaalde affirmatie, voeding, kan je het zo veranderen. Ja. En dan kan je zien dat je in waarheid gaat komen. Dat je denkt, verhup, ik ga mezelf leren kennen. En ik krijg inzicht en overzicht over de situatie. Krijg je balans. Nou, helemaal top, lieve mensen. Ik hoop dat we jullie weer een hele leuke aflevering hebben kunnen geven. En met veel leuke informatie. En ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. En mis geen enkele video meer van mij. Doei! Love you!